Ben jij nou ook iemand die altijd al een keer graag heeft willen werken met acrylverf, maar weet je gewoon niet waar je moet beginnen? Dan is deze video wat voor jou. In deze video leer ik jou een aantal handige beginnerstips om je acrylverfavontuur helemaal te kunnen beginnen. En we gaan aan de slag met het maken van maar liefst 3 verschillende kunstwerken die ook jij gewoon makkelijk kunt namaken. Maar voordat we daaraan kunnen gaan beginnen, even een berichtje over de sponsor van deze video. Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Royal Talents. Echt waar. Nou, zoals jullie weten ben ik echt al jaren fan van hun producten en gebruik ik ze ook echt al jaren. Denk aan de Van Gogh aquarelverf, de Talens gouache, de Amsterdam acrylverf, de Sakura lijn. Nou, ga ze maar door. En nu dus ook deze nieuwe verfsetjes van de Talens Art Creation acrylverf. Deze setjes bestaan uit 7 verschillende kleurcombinaties en bestaan uit tubes van 12 ml. Door dit kleine formaat zijn ze gemakkelijk mee te nemen en dankzij de voordelige instaprijs zijn ze ook ideaal voor beginners. En vergis je niet, deze tubes lijken wellicht niet zo groot, maar geloof me, je kunt echt veel meer verven met een klein beetje acrylverf dan je zou denken. En zo zie je maar dat groter niet altijd beter is. Deze nieuwe setjes zijn vanaf nu onder andere te koop bij hobbyshoponline.nl. Alle linkjes daarvan vind je in de omschrijving van deze video. En dan nu terug naar de video. Zoals ik ook al in het begin van de video zei, gaan we dus dit keer aan de slag met het maken van 3 verschillende kunstwerken die jij ook gemakkelijk kunt namaken. Oh, maar voordat we gaan beginnen, laten we eerst even alle materialen bij elkaar pakken die we gaan gebruiken. Natuurlijk hebben we acrylverf nodig, penselen in verschillende maten, een potje water, keukenpapier of een ander doekje, een verfpalet. Zelf vind ik het fijn om aan de slag te gaan met van die afscheurbare paletjes. Het scheelt echt een hele hoop poetswerk, maar je kunt bijvoorbeeld ook gewoon een bordje gebruiken. Een föhn, want ja, we kunnen natuurlijk gewoon wachten tot de verf vanzelf droogt, maar ik heb het vermoeden dat jullie net zo goed zijn in geduld als ik, dus gebruik daar gewoon eventjes een föhn voor. En een ondergrond waar je op wilt verven. Het leuke aan acrylverf is dat deze pakt op verschillende ondergronden en dus eigenlijk op bijna alles wel kunt gaan schilderen. Nou, in deze video gaan we aan de slag in een schetsboekje, werken we op een canvaspaneel en werken we ook op de cover van een schetsboekje. Maar je kunt acrylverf dus ook bijvoorbeeld gebruiken om op onderzetters te schilderen of een dienblad, plantenpotjes, nou ga zo maar door. En als je gewoon lekker op los papier wilt schilderen, dan is daar ook gewoon speciaal papier voor, namelijk dit acrylic papier. Acrylverf kun je direct uit de tube gebruiken, maar je kunt het ook verdunnen met water. Ligt er maar net een beetje aan welk effect je wilt creëren. Persoonlijk vind ik het mooiste als het gewoon lekker dekkend is. En dat betekent dus ook dat ik voornamelijk werk met de verf gewoon rechtstreeks uit de tube. Maar ik vind het persoonlijk wel fijn als een penseel een beetje lichtvochtig is in plaats van heel erg droog. Dit doe ik door mijn penseel eerst eventjes in wat water te roeren. Dan haal ik hem langs de rand. En dan vervolgens ga ik over een keukenpapiertje om het meeste vocht eruit te halen. Let er trouwens wel op dat je meegaat met de haren en niet er tegenin. Want dat is het mooiste en fijnste voor de penseel. En vervolgens voel je eigenlijk dat de penseel niet meer heel erg nat is, maar wel gewoon lichtvochtig. En dat vind ik het fijnste om te gebruiken. En dan is het nu tijd om echt aan de slag te gaan. We beginnen onze eerste schilderij gewoon in een simpel schetsboek. Want ja, hier kun je ook gewoon in werken met acrylverf. Om het onszelf wat gemakkelijker te maken, tekenen we eerst de lijnen uit die we gaan afplakken. Dit hoeft natuurlijk niet, maar ik vind het zelf wel altijd mooi als de randen zo evenredig en zo strak mogelijk verdeeld zijn op het papier. Dus het is misschien een perfectionisme dingetje, maar ja, ik word daar gewoon heel erg gelukkig van. Daarna schetsen we wat glazuur uit met verschillende groottes en diktes qua uitlopers, want we gaan een toetje maken. En niet zomaar een toetje, maar een tie-dye toetje. En nu hoor ik je vast wel denken, Jasmin, wat is een tie-dye toetje? Nou, dat zal ik je eens vertellen. Een tie-dye toetje is iets wat ik zelf heb verzonnen en deels bestaat uit een tie-dye patroon en deels uit glazuur. Hartstikke abstract, dus we hebben geen vaste regels om te volgen of een referentiekader. En hierdoor zal je eindresultaat altijd mooi zijn, omdat je gewoon niks hebt om het mee te vergelijken. En nee, helaas is een tie-dye toetje niet geschikt om op te eten. Ja,
Geloof me, dat vind ik net zo jammer als jullie. We plakken de randen af met schilderstape. Dit kan trouwens ook prima met washi tape als je dat hebt liggen. We pakken ons palet en penselen erbij en kiezen vervolgens 4 verschillende kleuren verf uit en witte verf. Zelf heb ik ervoor gekozen om de kleuren iets lichter te maken door hier wat wit aan toe te voegen. Maar dat is gewoon een kwestie van persoonlijke smaak. Je kunt het gewoon doen met alle 4 de kleuren die jij leuk vindt. Heb je nou nog verf aan je penseel, maar wil je verder met een volgende kleur? Dan is het handig als je eerst eventjes de resterende verf verwijdert op een tissue en dan pas gaat schoonmaken in het water. Op die manier gaat het water ook echt een stuk langer mee, maar is het ook veel makkelijker om je penseel goed schoon te maken. Zoals jullie hebben kunnen zien, heb ik ook nog een swirl getekend op het papier. En dit gaan we aanhouden voor ons tie-dye patroon. Je kiest namelijk één van de gekozen kleuren uit, maakt echt niet uit welke, en gaat vervolgens streepjes langs deze swirl plaatsen. Maak je nog niet druk over de dekking van de verf, want we maken eerst een globale verdeling van alle kleuren voordat we met een extra laag aan de slag gaan. En maak je een foutje? Geen probleem, want het leuke aan acrylverf is dat deze extreem vergevingsgezind is. Dus stel je hebt een foutje gemaakt, wacht dan gewoon tot de verf droog is. Ga er daarna gewoon lekker weer overheen om je fout te corrigeren. En dan lijkt het net alsof er nooit een foutje heeft gezeten. Het zetten van de streepjes doe je met alle gekozen kleuren, totdat je het volledige vlak onder de glazuur hebt gevuld. Schijnen er nog kleuren door? Voeg dan een extra laag toe van die betreffende kleur. Ook is het leuk om hier te experimenteren met verschillende penselen en het aanbrengen van verschillende diktes verf. En zo zul je bijvoorbeeld zien dat een puntige penseel weer een heel andere streepje zet dan een platte penseel. En dat ook de maat van een penseel heel veel uitmaakt. Dus ook hier gun jezelf de ruimte om even te spelen en te experimenteren. Gebruik de glazuurlijn eerder als een ongeveerlijn om aan te houden dan een precieze lijn waar je niet overheen mag gaan. Want hier kunnen we straks gewoon overheen schilderen. Ben je tevreden over je tie-dye patroon? Dan is het tijd om de glazuur te schilderen. En je zult zien dat een kleur zoals wit altijd wat minder gepigmenteerd is en dus ook wat minder dekkend. Dus het kan zijn dat je op sommige plekjes wat meer lagen of een dikkere laag verf moet aanbrengen. Heb je geen zin om te wachten tot de verf droog is? Gebruik dan een föhn om het droogproces te versnellen. Heb je al het glazuur wit gemaakt, dan is het tijd om de kleuren verf die je voor het tie-dye patroon hebt gebruikt, te gaan gebruiken om sprinkels mee te maken. Hoeveel sprinkels je aanbrengt of welke vorm ze hebben, dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Gewoon doen waar jij zin in hebt. Ten slotte verwijder je de schilderstape en tadaa, je eigen gemaakte tie-dye toetje. Ziet dat er niet heerlijk uit? Ontspannend om te doen. En lekkere kennismaking met een nieuw product. En lekker kleurrijk, dus je wordt er ook gewoon meteen vrolijk van. Al met al vind ik dit echt een hele geslaagde eerste kunstwerk. Het volgende wat we gaan maken zijn eigenlijk 6 verschillende kleine schilderijtjes. En dat gaan we doen op dit canvasbord. Om dit te maken heb ik trouwens ook nog een mesje en schilderstape nodig. Maar mocht je bijvoorbeeld gewoon hele dunne washi tape hebben, dan kun je die ook prima gebruiken. Oké. Je hebt ook nog een snijbad nodig of iets anders om te snijden. Of ja, als je zo'n smalle rol washi tape hebt, dan is deze hele eerste stap trouwens ook gewoon over te slaan. Maar het is wellicht gek voor te stellen, maar op het moment van filmen had ik gewoon geen smalle rol washi tape in de buurt liggen. Erg, hè? Ja, die liggen momenteel opgeborgen in de kelder. Dus voor mij op dat moment was het simpeler om gewoon dunne stroken schilderstape uit te snijden en om het paneel te plakken, dan dat ik helemaal naar de kelder moest om washi tape te zoeken. Het paneel zelf heb ik ingedeeld in 6 vlakken met een cirkel in het midden. Zelf heb ik dat gedaan met zo'n helix cirkelmaker, maar dit kan natuurlijk ook gewoon uit de hand. Tussen de vlakken in heb ik dus de strookjes schilderstape geplakt om het leven gewoon net wat gemakkelijker te maken wanneer we gaan schilderen. De kleuren verf die ik dit keer heb gebruikt komen van het Caribbean setje en hiervan heb ik alle kleuren gebruikt met uitzondering van de gele kleur. Die vond ik voor dit idee er niet helemaal bij passen. Persoonlijk is de Caribbean set een van mijn persoonlijke favoriete setjes en ik ben trouwens ook heel erg benieuwd welke van jullie setjes jullie het leukste vinden. Laat het weten in de reacties beneden.
Het idee zelf voor dit schilderij is ook gewoon lekker simpel. Namelijk, vul ieder vlak met een kunstwerk of patroon met behulp van de gekozen kleuren. Hier zitten geen vaste regels aan, behalve dat je jezelf de vrijheid mag geven om juist te experimenteren met verschillende technieken en ideeën. Ik ben begonnen met het inkleuren van enkele basisvlakken om wat verschillende achtergronden te krijgen. En vervolgens heb ik lekker mijn fantasie de vrije loop gegeven. Sommige vlakken waren juist heel simpel, zoals bijvoorbeeld het hartjespatroon. En andere vlakken waren juist een leuke technische oefening, zoals het hokjespatroon. En weer andere vlakken waren een goede blendoefening, zoals de watermeloen en de geblende overgang. Natuurlijk kun je deze vlakken exact hetzelfde namaken als die van mij, maar eigen creatieve vrijheid mag natuurlijk ook. Wel raad ik je aan om in 1 of 2 vlakken het blenden van kleuren te oefenen, want deze skill zul je nodig hebben bij ons laatste schilderij. En ook hierbij geldt, ben je niet tevreden met 1 van de vlakken? Schilder dan gewoon lekker overheen en begin opnieuw. Niemand die het ziet. De cirkel in het midden heb ik gewoon een enkele kleur gegeven, maar die zou je natuurlijk ook gewoon vrij kunnen invullen. Hier kun je bijvoorbeeld een leuk woord in schrijven of misschien zelfs je naam. Maar je kunt hier natuurlijk ook gewoon een extra minischilderij van maken. Verder heb ik ook nog een extra tip. En dat is dat je niet te veel moet letten op de strookjes tape. En daarmee bedoel ik dat de tape en de rommelige randjes met je over die tape heen gaat schilderen. Dan laat je werk echt een stuk lelijker lijken dan het in werkelijkheid is. Want jullie zullen straks ook zien dat wanneer ik ook de tape hier op beeld verwijder, het eindresultaat er echt een stuk mooier uitziet. Echt waar. Dus laat dat niet te veel je proces beïnvloeden. Oh, en als ik nu toch bezig ben met het geven van tips, probeer niet te veel te focussen op het maken van een leuk eindresultaat, maar concentreer je gewoon op de lol die je hebt van het schilderen. Ik denk dat vooral dit schilderij er ook echt wel voor uitnodigt om gewoon lekker even te ontspannen en te genieten van het creatieve proces en gewoon te zien waar het uiteindelijk leidt. Ik had zelf ook geen strak plan over hoe ik wou dat het er uiteindelijk uit kwam te zien, maar ik heb gewoon een beetje in het moment geleefd en gekeken van waar heb ik nu zin in om te maken. En dat heb ik vervolgens gewoon gedaan. En als je het op die manier benadert, is het ook meteen een heel stuk rustgevender om te doen. En ben je dus en lekker creatief bezig, je bent iets leuks aan het maken en je bent lekker even aan het ontspannen. Nou, en als je naar mij vraagt, zijn dat toch wel 3 hele toffe dingen om tegelijk te kunnen doen. Natuurlijk kun je dit idee zo uitgebreid maken als je wilt. Ik heb nu 6 vlakken. Maar je kunt ook prima nog meer vlakken maken of zelfs minder, wat jij wil. Het leuke van dit idee vind ik is dat ondanks het feit dat het best wel druk kan zijn, al die verschillende vakken bij elkaar, voelt het toch een beetje rustig omdat je gebruik maakt van hetzelfde kleurenpalet. Ja, en dat vind ik altijd wel echt heel erg mooi. En het ziet er gewoon leuk uit. Gewoon gezellig en kleurrijk en... ik vind hem geslaagd. Het laatste schilderij wat we gaan maken is iets lastiger qua moeilijkheidsgraad, maar het echt wel waard. We gaan namelijk schilderen op de kaf van dit schetsboek. Gewoon omdat het kan en omdat het leuk is. Ja, en omdat ik was de pastelsetjes aan het swatchen van die nieuwe verf. En ik vond dat de kleuren echt heel erg mooi overkwamen op een beetje dat bruine kraftpapier. En ik dacht, qua kleur past dat heel erg goed bij deze kurken schetsboeken. Want deze schetsboeken zijn trouwens nieuw. Ze zijn echt mijn persoonlijke favoriet. Want het is met kurk. Echte kurk. Die wou ik ook eventjes met jullie delen. We gaan verven. Zoals je me al eerder hebt horen zeggen, kun je acrylverf dus op verschillende materialen aanbrengen. Maar bij sommige materialen is het wel zo handig wanneer je eerst zorgt voor een gessolaag als basis. Soms heb je aan 1 laag gesso al een voldoende basis, het ligt namelijk een beetje aan de ondergrond. Maar zoals in dit geval heb ik maar liefst 3 lagen gesso aangebracht op de kaft. Voordat ik begon met schilderen heb ik weer even mijn schetspotlood erbij gepakt, want we gaan een kat schilderen. En niet zomaar een kat, maar een coole gentleman kat. Oh, en pro tip, wil je gummen op een andere ondergrond dan papier, dan zijn babydoekjes je beste vriend. Het tekenen van een kat doen we lekker simpel, namelijk door iets boven het midden een cirkel te schetsen en een deel van een ovaal aan de onderkant. En tussen de cirkel en de ovaal in maken we een strik. Want zoals ik al zei, is deze kat een coole gentleman en dan moet hij natuurlijk een bril op, want dat is cool, en een strik, want dan is hij een gentleman.
Ook hierbij is de schets echt puur een schets, zodat we gewoon iets gemakkelijker de kleurovergangen kunnen maken om de kat heen. Dus maak je niet druk wanneer je iets wat over de lijnen gaat met de verf, want zoals ik eerder al zei, hier kun je later gewoon overheen en niemand die het ziet. En je zult zien dat een kleur zoals zwart, die veel meer gepigmenteerd is, een stuk gemakkelijker en sneller dekt dan bijvoorbeeld de witte kleur die we in het eerste schilderij hebben gebruikt. Het blenden van de verf is een kwestie eigenlijk van heen en weer gaan met je penseel over het gedeelte waar de kleurlijnen elkaar raken. Je zult zien dat hoe vaker je dit doet, hoe mooier de overgang wordt tussen deze kleuren in. Ook kun je terwijl je heen en weer gaat met je penseel ook nog iets naar boven of naar beneden verplaatsen om een nog mooiere overgang te maken. Let er ook op dat je dit gewoon lekker op een rustig tempo doet. Sowieso hoef je niet te haasten, want dat haalt de lol er ook wel een beetje vanaf. Maar je zult ook zien dat je veel meer controle hebt over zowel jezelf, je penseel en de verf wanneer je gewoon lekker rustig je tijd neemt. Twijfel je of de overgang mooi genoeg is? Neem dan even afstand van je werk en bekijk erna met een nieuw perspectief. Want dan zit je namelijk niet zo met je neus erbovenop en zul je zien dat het er vanzelf al een stuk beter uitziet. Wanneer je tevreden bent met de overgang is het tijd om de kat kleur te geven. Dit doe ik dus met zwarte verf omdat je dan veel meer een silhouet look krijgt. En het schilderen van silhouettes is juist heel goed voor beginners omdat je al heel snel ziet wat het moet voorstellen zonder dat je al te ingewikkeld hoeft te doen. Tussen het hoofd en het lichaam maken we dus een strik. Deze geven we eerst een basiskleur en vervolgens ga je ook in deze strik grof de kleuren blenden. Natuurlijk kun je de strik ook een solide kleur geven of een leuk patroon, zoals je bijvoorbeeld ook in ons vorige schilderij hebt gedaan. Het schilderen van ogen is altijd een flinke uitdaging, ook voor mij. Dus we gaan het gewoon niet ingewikkelder maken dan nodig is. En we geven onze kat een coole zonnebril. De bril is eigenlijk heel simpel. Het zijn gewoon twee witte cirkels met een wit streepje ertussen. En voor wat extra looks heb ik een aantal lichtblauwe vlakken op het wit gemaakt om een beetje een reflectie na te maken. En heb ik uiteindelijk ook nog een leuk framepje ingekleurd van de bril. Ook gebruiken we de witte verf om wat verschillende wolken op de achtergrond te plaatsen. En dan is het enige wat we nog moeten doen, de tape verwijderen. En dan eindigen we gewoon met een hele coole gentleman op een koffer van een schetsboek. Hoe tof is dat? Niet alleen is het eindresultaat van deze koffer gewoon heel erg relaxed en satisfying om te zien. Zoals jullie weten vind ik altijd lekker ook om dingen te voelen als ik iets gemaakt heb. Nou, en bij hierbij, vanwege de laagjes verf, heb ik zo'n heel dunne randje verf op de koffer. En dat, ja, daar ga ik gewoon echt lekker op. En dat moest ik echt even met jullie delen. Deze lievert heeft trouwens nog geen naam. Dus mocht jij een leuk idee hebben, laat het weten in de reacties beneden. Ik was eerst aan het denken om hem Tommy te noemen. Maar ik heb toevallig al de toekomst van een van de workshops die ik op Credo Lente Festival geef. Die heet al Tommy. Dus dan kan ik niet twee Tommy's hebben in een maand natuurlijk. Dus hij moet een andere naam. Het is wel een jongetje, vind ik. Heeft hij gezegd. Dus ik ben benieuwd wat jullie vinden hoe die mag heten. Ben je helemaal tot hier gekomen met kijken? Dan heb ik nog een extra verrassing voor je. Want momenteel op mijn Instagram account is er een hele toffe giveaway uitgebracht. Met een heel tof pakket met allemaal creatieve goodies. Om je acrylverf avontuur mee te beginnen of mee aan te vullen. Dus ja, mocht je deze video leuk vonden en de projecten die je hebt gezien leuk vinden, dan moet je vooral eventjes kijken op mijn Instagram account. Dat was in ieder geval de video van deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben trouwens ook nog wel heel erg benieuwd naar jullie input. Dus ik ben benieuwd of jullie wel eens met acrylverf gewerkt hebben of niet. Mag je ook laten weten. Heb je er wel een keer mee gewerkt? Wat heb je gemaakt? Wat heb je geschilderd? Laat het allemaal weten in de reacties beneden. Verder wil ik Royal Talents heel erg bedanken voor het sponsoren van deze video. Nog steeds een keer de kleine reminder. Alle linkjes van alle producten die ik gebruikt heb vind je allemaal in de omschrijving. En dat is het denk ik. Like de video als je hem leuk vond. Abonneer als je het eerder hebt gedaan. En zie ik je heel graag volgende keer terug in een nieuwe video. Heel erg bedankt voor het kijken en tot ziens!